opende muziekvereniging Crescendo de kaarsenceremonie. Hierna vertelden twee survivors hun eigen persoonlijke, aangrijpende verhaal. Allemaal. Heel hartelijk welkom. Samen lopen. Samen hopen. En samen met elkaar wandelen. Dat doen we nu al 5,5 uur vanavond. Kanker, wat haten we die ziekte. Het maakt zoveel kapot. Maar op een dag als vandaag is het ook weer heel bindend. Want we staan hier toch maar met elkaar. Met zoveel. Schouder aan schouder. Tijdens deze kaarsenceremonie op onze eerste samenloop van hoop in Harderwijk. En met elkaar willen we beleven, meeleven en doorleven. Iedereen heeft waarschijnlijk al gelopen. En alle kaarsenzakken branden. Bijna 3000. Een indrukwekkend gezicht. Al die lichtjes die symbool staan voor lieve mensen aan wie jullie nu denken. Mensen die de strijd tegen de kanker verloren hebben. Mensen die nog volop in behandeling zijn. En hopelijk aan heel veel mensen die kunnen zeggen, het ligt achter me, al is het nog altijd een deel van me. En dit alles, deze 24 uur, doen we met elkaar. Want kanker heb je niet alleen. En wat gaan we nu doen? Crescendo begeleidt ons en spelen zo Santo. Meerte Strauss, naast mij, vertelt hoe kanker haar jonge leven kleurt. En Sylvia van Keulen vertelt hoe kanker haar leven veranderde. We gaan beginnen door te luisteren naar Santo. Thank you.
van de hoop binnengedragen en we gaan nu luisteren naar Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee. Ik heb gebeld, ze weten er al van. En we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten de oneerlijkheid van het lot. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Oh, zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Kom, we gaan, trek je jas aan, anders wordt het te laat. Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach. En we breken tot het eind van de dag. We doen net alsof het niet zo is, net alsof het niet zo is, alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft. Alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als dat niet zo is. Ik ben Meertje Strauss en wil u mijn verhaal vertellen. Ik was 3 jaar en al een lange tijd voelde ik me niet lekker. Ik had heel veel hoofdpijn en was ontzettend duizelig. De huisarts dacht dat ik steeds te maken had met een griepje of verkoudheid. Na een zorgwekkend telefoontje van mijn moeder aan de arts. Werd ik uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gestuurd en al heel snel werd duidelijk dat het goed mis was. Ze zei tegen mij, je hebt een knikker in je hoofd en dat moet weg. Tegen mijn ouders zeiden ze dat het een hersentumor was. Toen had ik geen idee wat dat was en ik hield erbij een knikker. Ik wist niet dat er zulke slechte en grote knikkers bestonden, maar snapte dat er dingen gingen gebeuren die niet fijn zouden zijn. Toen we het hoorden, was ik in levensgevaar en bij een operatie heb ik voor de hemelpoort mogen staan. Dat was zo mooi. Maar nee, ik mocht er niet in, helaas. Het woord helaas wil ik nu vervangen door gelukkig, maar toen was ik er echt enorm boos over. In 2009 rekende weer op een goede uitslag. Maar dat was toch even anders. Er werd weer een hersentumor ontdekt. Een enorme schok voor ons allemaal. Uiteindelijk hebben ze ook deze bestraald en een paar maanden later was die ook weg. Nu wordt er vaak gevraagd of ik mijn jongere jaren anders had willen beleven. Mijn antwoord? Misschien wel, maar ik had het niet willen missen. Het is zoals het is en ik ben ervan overtuigd dat mijn ziek zijn me sterker en positiever in het leven heeft gezet. Natuurlijk zijn er dingen waar ik tot de dag van vandaag tegenaan loop door het ziek zijn. Door de behandelingen heb ik wat beschadigingen opgelopen. De artsen hadden ook geen keus. Dit beïnvloedt mij wel, maar niet negatief.
Er zijn zoveel manieren om mijn weg te bewandelen. Het maakt niet uit hoeveel obstakels ik tegenkom. Ik neem dan een zijweggetje en kom dan ook bij mijn doel. Zo bewandel ik nu al 18 jaar mijn geheel eigen pad. En ik moet zeggen dat ik geen ander pad zou willen. Ik ben Sylvia, 42 jaar, getrouwd, moeder van twee kinderen en een survivor. 4 jaar geleden, 1 dag voor de 6e verjaardag van mijn oudste kind, kreeg ik de diagnose. Plaveisel-celcarcinoom, van gehoorgang naar de hersenen, oftewel kanker. Ik kwam in een wervelwind van emoties. Als eerste is er ongeloof. Dit kan niet, mag niet waar zijn. Angst. Boosheid, onzekerheid, onmacht en verdriet. Wat betekent het voor mijn gezin en dierbaren? Toen kwam de overlevingsdrang met het ontzettende vechtlust. Ik laat hem niet winnen. Ik moest,
had veel redenen om te vechten. Maar het allerbelangrijkste was mijn gezin. U kunt zich misschien voorstellen in wat voor proces ik ben gegaan. Biopte, alle gezonde verstandkiezen verwijderen, 11 uur durende operatie, 30 bestralingen en 8 chemo's. En dat allemaal zonder garantie dat ik het zou halen, want ze hadden er geen ervaring mee. Ik was een uniek geval, in combinatie met het soort kanker en mijn leeftijd. Tijdens de behandelingen word je geleefd. Je kijkt niet verder, van dag tot dag en van uur tot uur. Oeh, dit is moeilijk. Ik vergeet nooit de angst in de ogen van mijn kinderen. Toen ze zagen hoe ziek mama was. Hoe klein ze ook waren en hoe goed we ook ons best deden om met hulp van onze familie hun leventje door te laten gaan zoals ze gewend waren. Je kunt ze nooit helemaal ontlasten. Ik heb veel geluk gehad. Tja, en dan komt een soort schuldgevoel om de hoek. Met de vraag waarom ik wel en hij of zij niet. Ik ben nu zover dat ik dat gevoel wil omzetten in iets positiefs. Ik wil wat betekenen voor anderen. Ik heb mij daarom aangemeld als een vijver en help in de groep van de kaarsenceremonie. Mijn droom en wens is dat deze ziekte een stop wordt toegeroepen. Dat niemand meer dit nare pad nog moet bewandelen. Maar we kunnen dit niet alleen. Hoe fijn is het nu om te zien hoeveel mensen met dezelfde wens zijn. Wij allemaal willen voorkomen dat er nog veel meer mensen en kinderen de strijd tegen kanker verliezen. U kunt zich niet voorstellen hoeveel dit voor mij, en ik denk nog voor heel veel anderen, betekent. Het is niet te verwoorden. Elk woord schiet tekort. De strijd tegen mijn eigen kanker deed ik alleen. Ook al was ik omringd met veel zorg en liefde van mijn gezin, familie en anderen om me heen. Vandaag ben ik niet alleen. Nee, vandaag deze strijd niet. Deze is één van ons allemaal. Deze doen we samen, met elkaar. Terwijl ik hier sta en jullie voor me zie in de strijd tegen kanker, komen twee woorden met heel veel betekenis in me op. Dankbaarheid en hoop. En dat alles kracht bij te zetten, willen we met elkaar deze 24 uur beleven, meeleven en overleven. We strijden met z'n allen voor allen die met kanker te maken hebben of hebben gehad. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben er letterlijk en figuurlijk stil van. We hebben met elkaar stilgestaan om te beleven, mee te leven en te doorleven. En dat hebben we gevoeld. En we gaan nu weer op weg met de hoop in ons hart dat we ooit de strijd tegen kanker kunnen en zullen overwinnen. Dank jullie wel. De lucht was hemelsblauw en alles leek zo goed te gaan tot het noodlot ons vond. En de wereld even stil deed staan, overmand door emoties. Welk onrecht werd ons aangedaan? Kan iemand mij vertellen hoe ik hiermee om moet gaan? Maar als we samen lopen, samen open, hoeft geen mens alleen te staan. Zolang we samen lopen, samen hopen, kan er toch iets moois ontstaan. Het is niet te begrijpen als het leven door je vingers glijdt. Niet langer onaantastbaar en levend in onzekerheid, hand in hand.
de kaarsen branden, opdat jouw vuur nooit wordt gedoofd. Maar als we samen lopen, samen hopen, hoeft geen mens alleen te staan. Zolang we samen lopen, samen blijven. Als het leven op het moment dat de estafette loopt ten einde kwam, bleek dat deze eerste samenloop voor hoop in Harderwijk maar liefst €81.000 had opgebracht voor de KWF-kankerbestrijding, waarvan een deel besteed wordt aan Inloophuis de Tuinkamer van Stichting de Marentak in Harderwijk. Branden op dat jouw vuur.